Welkom bij een nieuwe Amersfoort Update. Een hele mooie, hele verrassende. Gaat de 22-jarige Amersfoorder Dennis Jansen de jongeren tot 30 jaar vertegenwoordigen als jongerenvertegenwoordiger in de VN? Met de functie duurzame ontwikkeling. Daar zijn we heel erg nieuwsgierig naar. Naast mij de finalist, Dennis Jansen. Wij gaan wat vragen stellen aan jou, Dennis, want jij moet naar de VN. Ja, inderdaad. Ik zit in die finale om jongerenvertegenwoordiger te worden. Voor alle jongeren van Nederland is dat, tot en met 29 kunnen stemmen. En die positie is eigenlijk om de brug te vormen tussen jongeren en de politiek. En de input te verzamelen bij de jongeren en dat te vertegenwoordigen op het allerhoogste niveau natuurlijk bij de VN. Dus dat is heel leuk, ja, zeker. Zien we jou, als je gekozen wordt, waar wij natuurlijk van uitgaan, dan in New York? Er zijn natuurlijk meerdere conferenties van de VN over de hele wereld. Maar in principe is de bedoeling dat we daar aanwezig zijn om die stem daadwerkelijk te vertegenwoordigen, ja, zeker. Dus hopelijk, ja, ik hoop het heel erg. We gaan er niet vanuit, maar we gaan ons best doen. Astrid Jansen, de wethouder, wat leuk. We zijn hier Dennis Jansen aan het interviewen. Ja. En die wil graag naar de VN om de jongeren tot en met 29 jaar te vertegenwoordigen. Maar jij bent toevallig de wethouder duurzaamheid. Ja, dat klopt. En, het klopt, ik kom Dennis een hart onder de riem steken. Ik kom hem helpen, aanmoedigen, want ik vind het fantastisch dat jongeren hun stem laten horen. Opstaan en zeggen, kom op, we gaan er wat aan doen. Dus Dennis... Het is natuurlijk superleuk om daar samen zo in te staan. En ja, geweldig. Dank u wel. Ja. Astrid, nou ja, nu je er toch bent. Ik neem aan dat je hem ook wat vragen wil stellen. Zullen wij straks dan een beetje oplopen op de kaart en dat jij met hem even gezellig babbelt over de komende maanden? Ja, dat lijkt me heel goed. Het is hartstikke belangrijk dat we de stem van jongeren horen. En ik ben heel benieuwd wat je allemaal... wat je allemaal voor plannen hebt, voor ideeën hebt en waar we ook in Amersfoort wat mee zouden kunnen. Hey Dennis, jij wil jongerenvertegenwoordiger worden namens Nederland bij de VN. Hoe kwam je daar zo op? Dat is iets wat waar ik gewoon heel veel mee bezig ben. En toen ben ik heel erg aan het zoeken geweest van, oké, naast dat ik in mijn eigen leven bepaalde dingen, keuzes kan maken, hoe kan ik dat nou groter maken en waar kan ik dan nog meer invloed op uitoefenen? En dan wil het zo zijn dat ik dit jaar geen studie had. En toen kwam dit voorbij. Ik kende NJR al een langere tijd. Maar nu kwam de positie weer vrij. Dus toen ben ik daarvoor gegaan. Jij zag een kans. Ja, zeker. Mooi. En jij zegt ik wil meer impact hebben dan alleen maar op mijn eigen leven. Ja. Waar denk je dan aan? Wie zou je willen beïnvloeden? Wat ik in mijn eigen leven doe, dat kan voor mij een hele grote invloed hebben. Ik denk dat individuele keuzes in iemands leven een heel groot verschil kunnen maken. Maar uiteindelijk, het grote verschil ligt denk ik bij de beleidsmakers, bij de politiek. Die echt keuzes kunnen maken die meer impact hebben dan ik in mijn eentje kan hebben. En om daarin de brug te kunnen zijn tussen de jongeren en de politiek, dat lijkt me wel een hele eer. En vind je dat die jongeren nu voldoende gehoord worden als het gaat om duurzaamheid? Ik denk dat het een groeiend iets is om naar jongeren te luisteren. Ik bedoel, de klimaatstakingen hebben laten zien dat er zeker iets te zeggen is door de jongeren. Ik denk dat je daar niet omheen kan als je zag wat er in Den Haag rondliep en op het Malieveld stond. Dus ik denk wel dat er kleine stapjes in worden gezet. Maar ik denk ook zeker wel dat er ruimte is voor verbetering. Toevallig zat ik nog in mijn onderzoek te doen dat het volgens het CBS 48% van de jongeren maatschappelijk betrokken is. Hè. Zij het bij een vereniging als vrijwilliger of iets. En daarvan is eigenlijk maar een heel klein deel politiek betrokken. Dus ik denk wel dat daar zeker ruimte is voor vooruitgang. Ja. Dus jongeren worden wel gehoord, maar er wordt nog te weinig naar ze geluisterd. Ja, precies. Dat is misschien wel een hele mooie manier om dat te zeggen, ja. Okay. Ja. Hey, en wat is nou je belangrijkste onderwerp? Waar lig jij wakker van? Klimaatverandering. Dat is toch iets wat ik heel belangrijk vind. En waarvan ik denk van als we daar nu niet iets mee doen, dan als ik wat ouder ben, dan heb ik daar echt problemen mee. En dat vind ik moeilijk soms om daarover na te denken. Dat kan heel demotiverend zijn. Maar ik heb het hiermee geprobeerd om het om te zetten in juist iets heel motiverends. En juist iets waar we echt iets aan kunnen doen met z'n allen. Dus klimaatverandering, hoe we omgaan met de aarde, circulaire economie, dat soort dingen. Dat zijn onderwerpen die ik heel interessant vind, ja.
Nou, dat is best een grote onderwerp, hè? En dan moeilijk, denk ik, soms om tastbaar te krijgen voor jongeren. Ik merk dat in de stad ook. Ik ben in Amersfoort verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid, de uitvoering daarvan. Ja, en het is zo groot. Dus hoe maken we dit klein? Hoe maken we het tastbaar? Ja. Zijn er tips die je hebt voor jongeren? Het internet is daar. Alles is online te vinden. Onze generatie is geboren met technologie. Ik denk dat elke tiener ondertussen een telefoontje heeft. Dus dat is niet iets geks. Hè? En online is alle informatie te vinden die je maar wilt vinden. Ook alle misinformatie die er is natuurlijk. Dus het is misschien niet altijd even makkelijk om de juiste informatie te vinden. Maar ik denk wel echt dat het gewoon echt bij jezelf begint. Dat je kijkt, oké, hoe hebben keuzes die ik maak impact op mijn omgeving? Als je hier in de supermarkt bent en jij kiest ervoor om een bepaald iets te kopen of te consumeren, hoe heeft dat specifieke product, welke reis heeft die afgelegd? Dat soort dingen, als je daar misschien over na gaat denken, dan kan je er misschien ook wel achter komen, oké, wat is dan het voordeel van een andere keuze daarin? Dus ik denk dat duurzaamheid daarin echt begint bij jezelf. En dat al een groot verschil kan maken, zeker. Ja. Hey, en het gaat heel vaak om dingen doen, maar eigenlijk volgens mij ook heel vaak om dingen laten. Ja. En dat vinden we volgens mij met z'n allen ontzettend moeilijk. Ja. Minder vliegreizen, minder vlees eten, minder spullen kopen. Altijd de nieuwste spullen willen hebben. Dat past niet heel goed bij een heel duurzaam leven. Hoe zie jij dat? Ja, dat is inderdaad lastig. Maar op het gebied van bijvoorbeeld minder vlees eten kan ik uit ervaring zeggen dat het ook echt wel te doen is. Ik was vroeger, toen ik jong was, echt opgegroeid met het idee van bij het avondeten eet je vlees. Dat is normaal. Maar ik heb gewoon gemerkt dat sinds ik dat niet meer doe, ik mij niet slechter voel of iets. Ik voel me gewoon prima. En dat is maar een voorbeeld. U noemt verschillende dingen natuurlijk. Maar zo die kleine veranderingen in iemands leven, ja, het voelt misschien in het begin een beetje ongemakkelijk. En misschien zijn we ook wel een beetje gewoontedieren die gewoon graag alles lekker normaal willen. Maar daar is wel gewoon veel grond te winnen. Tegelijkertijd is natuurlijk ook niet alleen dat de schuld bij ons ligt en ook op hogere niveaus het verschil gemaakt kan worden. Maar het begint denk ik toch echt wel een beetje bij jezelf. Ja. Ik ben zelf nooit zo van de schuld. Volgens mij helpt het niet om elkaar een schuldgevoel aan te praten, maar moeten we vooral kijken welke invloed we hebben op de toekomst. En als ik dan zelf naar de warmtetransitie kijk, hè, dus we gaan met z'n allen van een aardgasverwarming naar een ander soortige verwarming. Nou, dat zijn best wel moeilijke opgaven en we vragen best veel van mensen daarin. Heb jij nou nog tips voor mij in Amersfoort? Wat zou ik daarin meer kunnen doen? Ik denk ook hier weer dat een stukje bewustwording heel belangrijk is. Dat we goed laten weten van waarom dit nodig is. Dat het niet alleen een heel eng, spannend iets is. Dat is het waarschijnlijk wel. En het is misschien een beetje onwennig. En hoe gaan we nou in één keer van gas naar andere vormen? Hoe doen we dat? Dat is allemaal heel ingewikkeld. Dat is gewoon zo. Maar het is belangrijk om te beseffen, denk ik, voor deze mensen die dat lastig vinden. Van waarom we dat doen. Waarom dat zo belangrijk is. Dat gaat om de leefbaarheid van mijn toekomst, van mijn medejongeren een toekomst. En ik denk dat als die mensen beseffen wat een invloed ze daarmee kunnen hebben op de toekomst van hun kinderen en hun kleinkinderen, dat echt enorm motiverend kan werken, ja. Hey Dennis, de NJR, wat is dat eigenlijk? Want ik ken dat nog niet. Ja, dat staat eigenlijk voor de Nationale Jeugdraad. En dat is een koepelorganisatie die eigenlijk allemaal landelijke jongerenorganisaties vertegenwoordigt. Het is eigenlijk als een vereniging, dus de leden zijn de andere jongere organisaties. En die leden hebben natuurlijk heel veel inbreng in het doel en de richting waar de NJR op gaat. En elk jaar verkiezen zij voor 3 thema's een jongerenvertegenwoordiger. Okay. Dat is dus waar ik nu in de finale zit. En jij bent de jongerenvertegenwoordiger voor duurzame ontwikkeling? Ja, voor duurzame ontwikkeling. Dat is de bedoeling dat ik daarvoor de jongerenvertegenwoordiger word. En hoe doe je dat dan? Hoe ga jij zorgen dat je die jongeren goed hoort en dat je hun stem meeneemt? Ja, als jongerenvertegenwoordiger ga je langs op scholen bijvoorbeeld of op evenementen waar veel jongeren aanwezig zijn. En daar ga je gewoon in gesprek. Kijk, het gaat natuurlijk niet alleen om wat ik vind, maar ook juist om wat zij vinden. Wat vinden zij belangrijk op het gebied van duurzame ontwikkeling? En wat willen zij dat gehoord wordt op het allerhoogste niveau van de politiek? En in die rol ga je dus goed in gesprek met ze en vorm je eigenlijk die brug om dan vervolgens die input van de jongeren mee te nemen naar die hoge politieke niveaus. En te zorgen dat ze een beetje rekening houden met wat wij vinden. Ja. En gaan we dan ook samen met de jongeren in Amersfoort in gesprek? Lijkt me superleuk om dat te doen. Laten we dat afspreken. Ja. Goed zo. Hey Dennis, super dat je dit gaat doen. Hoe kunnen we op je stemmen?
Daar gaat het uiteindelijk om. Stemmen kan voor jongeren van 0 tot en met 29. En dat kan op stem.njr.nl. En mocht je nog meer informatie willen over de functie in het algemeen, dan kan je altijd op njr.nl kijken. Ja. Dus ik zou zeggen, stem op Dennis aan alle jongeren. Super dat wethouder Astrid Jansen met duurzaamheid in haar portefeuille even langswipt om Dennis een hart onder de riem te steken. Hartelijk dank Astrid en ik hoop dat hij gekozen wordt, want dat straalt heel erg veel af op Amersfoort. Jazeker, ik hoop ook dat hij gekozen wordt, dus allemaal op Dennis stemmen. Dennis, we hebben in ieder geval de politiek uit Amersfoort achter ons. Nou nog de jongeren tot en met 29 jaar. Amersfoorters, succes jongen met je campagne. Hartstikke bedankt voor de mogelijkheid om dit even te doen. En ik hoop dat ze het leuk vinden en dat ze mij gaan stemmen.